Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we eens kijken naar de werking van enzymen. Enzymen zijn eiwitten die in je lichaam worden geproduceerd om bepaalde reacties te versnellen. Heel veel reacties zouden bij een normale temperatuur van 37 graden in je lichaam toch nog steeds veel te langzaam verlopen. En die enzymen zorgen er vanwege hun functie van biocatalysator voor dat die reacties dan toch verlopen en wel een beetje snel. Een katalysator is vanuit de scheikunde een stof die een reactie versnelt zonder verbruikt te worden. Dus een enzymmolecuul kan meerdere andere moleculen omzetten en langdurig een bepaalde reactie in de cel versnellen. Bio natuurlijk, omdat het in cellen geproduceerd en functioneel is. Ze zijn dus onmisbaar. Dat het eiwitten zijn betekent onder andere dat enzymen die je zou opeten, dat die inactief en zelfs verteerd worden. En zo zijn er andere dingen die belangrijk zijn om je te realiseren dat het een eiwit is vanwege de reactie van die enzymmoleculen. Enzymen verlagen zogenaamd de activeringsenergie, de energie die nodig is om een reactie te starten. Dat kan van belang zijn. Een reactie die veel activeringsenergie nodig heeft, die kan wel eens helemaal niet starten, terwijl er toch eigenlijk best wel uiteindelijk uit de reactie veel energie kan vrijkomen. Dit is dan in een situatie waarbij er geen enzym is. Als je wel een enzym toevoegt, dan wordt het gewoon makkelijker om de reactie te starten. Er is minder nodig. De reactie gaat makkelijker en dus sneller verlopen. Hier zie je nog een keer zo'n voorbeeld. Als je een balletje in een heel diep kuil gooit, dan zal het er niet zomaar uitkomen. Maar verlaag je de opstaande randen eromheen, en dat is dan wat het enzym doet, dan kan het er bij de minste of geringste trilling, kan het balletje aan het rollen raken. En dat is dus wat een enzym eigenlijk doet. Hij zorgt ervoor dat de reactie aan het rollen gaat. Er zijn een paar termen die bij enzymen van belang zijn, namelijk het actieve centrum. Dat is het stukje enzymmolecuul waar een zogenaamd substraat in past. Dat is dan de stof waar dat enzym iets mee doet. In dit geval zal het waarschijnlijk iets zijn wat gesplitst zal worden. Een substraatmolecuul wordt opgenomen en aan het enzym vastgeplakt in dat actieve centrum. En daar gebeurt dan iets mee. Het kan ook zijn dat er nog iets anders aan vastgeplakt wordt. Dat is maar net welke reactie er precies aan de orde is met dit enzym. Kan dus splitsen, kan dus ook knippen of plakken. Verschillende stoffen aan elkaar plakken enzovoort. Het substraat in het actieve centrum. En de naamgeving van het enzym is eigenlijk altijd substraatase. Dus dat ase als achtervoegsel. Bijvoorbeeld als je maltose splitst als enzym, dan heet je maltase. Substraat met ase erachter. De enzymwerking is niet altijd hetzelfde, want als het heel koud is of heel warm of heel zuur of heel wat dan ook, dan verschilt die pH of die enzymactiviteit. Je kan natuurlijk ook meer of minder enzymmoleculen maken, want het zijn natuurlijk gewoon eiwitten. Die kan je gewoon op ribosomen in je cellen produceren, meer of minder. Dat is natuurlijk ook nog een manier. Maar als je eenmaal die enzymmoleculen hebt, dan hebben die een bepaalde activiteit die dus afhankelijk is van de temperatuur bijvoorbeeld. Hier zie je zo'n grafiek van temperatuurafhankelijkheid. Als het heel koud is, doet het enzymmolecuul niks. Als het heel warm is, zijn alle enzymmoleculen kapot en daartussen is een optimum kromme die niet zo symmetrisch is. En dat heeft daarmee te maken dat die enzymmoleculen dus wel op zich tegen kou kunnen, maar wel kapot gekookt kunnen worden bij een te hoge temperatuur. Als je een enzymmolecuul neemt bij de optimum temperatuur, waarbij ze dus het snelste werken, en je koelt hem af tot pakweg een temperatuur waarbij hij inactief is, laten we zeggen 3 graden, en je gaat hem weer opwarmen tot deze temperatuur, dan is dat enzymmolecuul inactief geweest, maar het wordt gewoon weer actief. Als je hem nou verhit tot misschien wel 80 graden, net waar dat temperatuurbereik in deze grafiek zit, en het enzymmolecuul is heel heet geweest, je koelt het dan weer af, dan is er eigenlijk hetzelfde met dat enzymmolecuul gebeurd als met eiwitmoleculen in een ei. Het is gekookt, zeg maar, het is van structuur veranderd. En net zoals je een ei niet kan ontkoken, kan je ook zo'n enzymmolecuul dan niet meer in de oorspronkelijke structuur terugbrengen. Het is kapot, het is veranderd, het werkt niet meer. Dus een verhit enzymmolecuul tot boven de maximale temperatuur is altijd kapot en kan niet meer actief worden. Terwijl een afgekoeld enzymmolecuul, wat weer opgewarmd wordt tot een normale temperatuur,
wel weer actief zal zijn. Van belang als je proefopstellingen hebt waarbij je dingen gaat verhitten of niet. Dit zou een grafiek voor enzym werking kunnen zijn. En dat is dan afhankelijkheid van de pH. pH loopt altijd tot 14, dus die 16 die doet hier even niks. Wat zou dan op de y-as moeten staan? Dat zou je dan kunnen afvragen. En dat is in dit geval, zou het kunnen zijn, percentage overgebleven substraatmolecuul na 10 minuten. Als namelijk na 10 minuten alle substraatmoleculen 100% er nog zijn, dan doet het enzym op dat, bij die pH dus niks. Hetzelfde bij een hoge pH doet het dus niks. Bij pH 6 zijn na die 10 minuten alle substraatmoleculen weg, nog 0% over. Dan is dit dus een soort omgekeerde optimumkolom die je dus moet kunnen snappen dat het wel iets met enzymwerking te maken kan hebben en dat zo'n grafiek getekend zou kunnen worden. Maar meestal teken je een pH-afhankelijkheid van een enzymmolecuul op deze manier. Dan zet je de enzymactiviteit relatief op de y-as en dan zet je de pH's uit 0 tot 14 op de x-as. En dan kan die afhankelijkheid heel breed zijn. Als een enzym bij een heel breed pH-spectrum kan werken. Hij kan ook vrij smal zijn. Hier heb je een enzym P, wat waarschijnlijk in de maag zit. Want het werkt goed bij een hele zure omgeving. Hier heb je een enzym R, wat waarschijnlijk heel bijzonder is. Omdat het in een heel basische omgeving werkt. En hier hebben we nog een enzym Q, wat een heel breed spectrum pH aan kan om reacties te blijven versnellen, maar wat bij heel zuur of bij heel basis veel minder goed werkt. Dit zijn dus normale klokvormige en symmetrische optimumkromen, waarbij dus dat enzym Q bijvoorbeeld best bij heel erg zuur niet kan werken, maar wel intact blijft als je het weer gewoon naar normale zuur gaat terugbrengen, weer gewoon zal werken. Dat gaat twee kanten op. Meestal gaat het enzymmolecuul niet onomkeerbaar kapot van heel basis of heel zuur. Kan het buiten die optimum range wel intact blijven. Terwijl het bij de temperatuur dus een uitzondering was, dan ging dat enzymmolecuul kapot. Nou, dit is het belangrijkste wat je moet weten voor enzymwerking. En tot de volgende filmpje maar.